Dames en heren, ze zijn momenteel bezig om wat sollicitanten te selecteren om het Raad van Fortuin te gaan presenteren. Want die Hans van der Tocht, ja, die wordt ook een dagje ouder. Dat zie je ook wel, balletjes onder zijn oogjes en zo. Ja, hij loopt tegen de 64, niemand mag dat weten. Ik zal het ook verder niet doorvertellen, u hebt ook niks gehoord. Maar Hans moet dus een beetje, ja, het werk moet een beetje verlicht worden voor hem. Nee, zo donderdag, vrijdag, dan moet er even iemand anders zijn. Hans gaat dan al leunen, je ziet het ook in beeld. Dan gaat, ik weet niet meer, Leontien doet er ook van alles aan, maar die kan het ook niet meer redden. Dus, nou hebben ze sollicitanten geselecteerd om dat programma ook af en toe te presenteren. Nou, daar hebben we opname van gemaakt en ik wil u nu graag laten zien hoe zo'n selectie in zijn werk gaat om presentator te worden van het Rad van Fortuin van Hans van der Tocht. Is meneer Van der Biezen er al? Is er? Meneer Van der Biezen er al? Ja, Van der Biezen. Goedenavond, ik ben Van der Biezen. Goedenavond, ik ben Hans van der Tocht. Nou ja, dat kan u ook niet helpen natuurlijk. Nee. Hè? Nee. Mijn naam is Van der Biezen, ja. Ik ben Theo van der Biezen. Ja. Theo van der Biezen. Ja, nou, Theo. Meneer Van der Biezen, ik ga eens eventjes u testen vanavond om te kijken of u in de toekomst eventueel ze nu en dan mijn programma kan presenteren. Ja, dat is hard nodig, want ik zie eind van de week, daar zie ik u altijd instorten. Ja. Nou, donderdag, vrijdag, denk ik, nou, dat moet vervanging worden. Het zijn zware weken. U kent het spel? Ja, ik kijk elke week. Oh. Elke week kijk ik en ik neem het ook altijd op de video. Oh, ja. En dan haal ik de leukste stukjes haal ik eruit en die spoel ik dan over op een andere band en die bewaar ik. Oh, dus even een soort videomontage gemaakt voor alle leukste stukjes. Ik heb stukjes. Boekenplanken vol met allemaal banden met de leukste stukjes wat van leuk. Het rap. Ik heb wat zelfs leuk. Een band meegenomen. Oh, wat aardig. Misschien vind je het leuk om te kijken. Er staan de leukste stukjes op uit het rap. Lijkt me heel leuk. Het zijn natuurlijk zo vaak ontzettend leuke momenten geweest. En hele leuke en die momenten. Die ben ik allemaal vergeten. Die ben u kwijt ja. Natuurlijk. Zeg, jongens, zouden we dit even kunnen gaan draaien eigenlijk? Dat lijkt me wel leuk. Ja, oké, prima. De leukste nou, eraf, laat hè? Maar zien, laat, laat ja, maar eens kijken. Ik ben reuze benieuwd. Oh, ja. Kijk die nog wel op, hoor. Die is ook leuk. Ja. Die ziet er ook lekker uit. Ja. Dat is ook een hele leuke. Die. Ja. Die is ook leuk, zie je? Ja, ja. Nou, die zijn allemaal leuk. Ja, natuurlijk. Leuk, oh, leuk. Die is ook ja, heel prettig, hè? Ik vind het leukste als het nog wat meer open is. Ja. Het moet wat meer. Oh, kijk, dit worden de leuke. Zie je wel? Dit worden de hele leuke. Hè? Ja. Er is een opbouw die in die band zit. Hè? Ja, wordt maar. Steeds leuk. Oh. Wow! Ja. Hoppa! Daar komt maar binnen. Het komt zo recht je huiskamer in, allemaal. Hè? Ze zijn mij niet dichtbij genoeg komen, natuurlijk. Dat ziet u wel, hè? Kom op, pap, 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 pap. En zo heb ik nou, ik heb dus boekenplanken vol. Ik heb u in mijn auto heb ik nog een paar banden liggen. Zal ik die erbij halen? Nou, nee, laat u maar zitten. Laat u zitten. Ik heb allemaal, dus allemaal. Ja, ik vond het wel aardig, maar goed, ik zag mezelf dus niet. Nee, ik heb alleen maar de leukste stukjes heb ik eruit gehaald. Dus dan valt u automatisch af natuurlijk, hè? Dat is logisch. Maar hè? Ik begrijp dus dat u een ontzettende grote fan bent van Leon. Ja, nou, ik ben zeker. Ik vind het alleen jammer dat ze alleen de letters laat zien, hè, Leon? Ja. Ze mag mij nog veel meer laten zien, hoor. Zoals van de week bij dat circus. Ja, toen liet ze wel even wat zien bij het circus. Die camera eronder, hè? Die onder die camera. Bam. Ja, dat vond ik Biezen, heb ik ook opgenomen, heb ik er ook bij gezet. Ja, dat begrijp ik allemaal heel goed. Maar laten wij nu maar even het spel gaan spelen, want daarvoor bent u per slotverrekening hier naartoe gekomen. En daar gaat het om. Ja. Als wij nu eens eventjes van plaats gaan verwisselen, dan gaat u hier staan, ik op sta mijn hier. Plek. Ja. Ja. En ik ga even hier staan. Oh, ja. Dan speel ik gewoon een willekeurige kandidaat. Oh. En u bent dan mij. Ja, natuurlijk. Ja. Begrijpt u wel? Ja, ik begrijp het. Oké, nou, voordat we altijd met het spel gaan beginnen, gaan we altijd eerst Leontien voorstellen. Hè? Ja. Dat weet u. Daar moet, nou, ik denk dat u daar absoluut geen moeite mee. Dat ken ik uit mijn hoofd. Ja, dames en heren, ze laat natuurlijk weer alle letters aan ons zien. Hier is onze enige echte Leontien! Wow! Kijk even wat er ook jongen, dat ziet er wel even prettig uit. Het is toch wel lachelijk. Het gaat ook niet zo. Een milde jasje aan. Ja, het ziet er echt uit, maar dat kan ik toch niet. Dat doe ik toch zelf ook niet dat ik dat programma zou presenteren. Gaat u nou gewoon rustig staan? Zo. Ja, ik kan het me wel voorstellen, maar dat is niet de bedoeling. U moet een programma presenteren. Dat u dat programma nog kan presenteren. Ja, zo dat wel. Jongen, dat is wel even. Zijn we zover? Ja. Wat er allemaal gebeurt. Nou. Moet u horen. Ja. We gaan nu dus verder. We hebben Leontien dus nu gehad. Dat is een duidelijke zaak. Hè? Nou, ik nog niet. Nee. We gaan nu even met de kandidaten praten als we dat gedaan hebben. Natuurlijk. Dus dan gaat u even mij wat vragen.
Oh ja? Ja, u gaat nu gewoon vragen, een praatje maken met de kandidaat. Ja, ja, zo van wie bent u en dat soort dingen. Wie bent u? Goedenavond, ik ga even een praatje maken. Wie bent u? Ik ben Annie Buitendijk en ik ben huisvrouw. Ik geloof dat u even in de war bent, hoor. U lijkt helemaal niet op Annie Buitendijk. Ja, maar man, we spelen toch maar wat. We doen alsof. U bent Annie Buitendijk niet. Dus nou, nee, en ik ben Hans van der Tocht niet. Nee, u moet gewoon... U moet gewoon zeggen, dames en heren, hartelijk welkom bij het Rad van Fortuin. Ja, ja. En dan ga je me vragen stellen en dan vraag je wat, wie, hoe, waar, hoe lang, dat soort dingen. Hoe lang ben u al Annie Buitendijk? Dat is toch geen vraag, nee, man. Natuurlijk. Laten we er in godsnaam mee ophouden. Laten we gewoon een spel gaan spelen. We gaan gewoon een spel spelen. Oké, want hier durft helemaal niets van. Daar wordt u nerveus van, natuurlijk. Ja. Ja. Nou, je weet dat als we het spel gaan spelen, ga ik altijd even het rad speelklaar leggen. Oh, hoezo? Ligt het toch? Ja, nee, maar ik geef dan altijd even een draai eraan. Dat weet ik niet, want ik heb de video dan al gestopt natuurlijk. Dus daar kijk je verder niet naar. Gewoon een draaitje. Oké, okay, ja, daar komt-ie. Hij ligt klaar. Meneer Van der Biezen, het rad moet minimaal 1 keer in de rond te gaan. Dus wilt u het wel iets zijn? Het is natuurlijk helemaal niks wat u doet. Ik geef hem wat flinkere draaien natuurlijk. Ja. Stop. Totaal belachelijk. Ja, het ging in 1 keer schoot het hand. Dus, wat is dat nou? Geef maar hier. Ik zal het wel repareren. Ik repareer dat wel naar de hand. Repareert u dat zelf allemaal? Ja, oké. Wat knap. Nou, dit staat dus ook allemaal nergens om. Maar goed, het radwicht, laten we nou godsnaam gewoon verder gaan. Nou, we gaan nu echt met het spel verder. En dan gaat u nu vragen de categorie en hoeveel letters zegt u. En dat staat op een briefje, dat ligt daar onder het desk. Oh ja, ik heb een briefje. Als het goed is. Ja. En dan gaan we gewoon nu echt beginnen. Goed, Annie. We gaan dus beginnen. En wij zoeken een lichtstoel en die bestaat uit 8 letters. Want dat kan helemaal niet. Jawel, dat lichtstoel. Ja, nee, maar dat moet ik toch proberen uit te vinden wat het is. Natuurlijk. Ja, maar je zegt nu al het woord lichtstoel. Kijk, een lichtstoel, dat is dus een ding, meneer Van der Biezen. Dus je moet zeggen, we zoeken een ding van 8 letters. Ja, u hebt het meer gedaan. Het doet toch allemaal, ja. Zoeken een ding. Goedenavond, dames en heren, daar zijn we weer. We gaan beginnen met dit spel. En wij zoeken een ding van 8 letters. En we spelen voor 600 gulden. Heel goed. Ik wil graag de K van kaart. Hoe kan er nou een K? Want er zit toch geen K in een lichtstoel? Hoe kom je daar dan? Nee, maar dat... Ik kan ook niet eens meer nadenken. Is helemaal doorgedraaid. Weet niet meer waar die K in lichtstoel. Maar K. Ik weet toch niet dat het lichtstoel is? Dat heb ik toch net gezegd? Maar doet toch alles net alsof? Draaien we alles op. U doet alsof u van niks weet. Nee, ik weet dat helemaal niet. Dat zal u weinig moeite kosten. Goed te houden. We gaan verder, we blijven. Ja. We krijgen nu het volgende woord. Volgende woord. Goed. Brand! Er is brand! Iedereen van de tribune af! Ze gaan allemaal eruit! Allemaal eruit! Hop! Kom op! Meneer Van der Biezen! Meneer Van der Biezen! Hallo! Zitten! Er is geen brand! Zitten. Onzin, kom mee. Maar je hoort toch de sirene? Ja, ik hoor de sirene, maar dat is een teken dat we een versnelde ronde gaan spelen. Dat weet ik allemaal. Ja, dan gaan we het rad draaien en dan mogen de kandidaten niet meer aan het rad zitten. En dan is er een bedrag en dat is hier gekomen. En dan moeten ze gewoon weer medeklinkers noemen en dan gaan we gewoon verder. Dat is altijd als een sirene gaat. Oh, dat weet ik allemaal niet natuurlijk, hè. Niet te geloven. Goed, oké, dan gaan we gewoon. Er is geen brand. Nee, dan gaan we verder. Noemt u maar een letter. De L van Leo. Ja, zit er 1 keer in. Ja. Weet u het woord? Hoe kan ik nou het woord weten met 1 letter? Je weet dat het ligt. Volgende letter. De T van Theo. De T van Theo zit er 1 keer in hier. Ja. Weet u het woord? Lichtstoel. Fout. Maar het was toch lichtstoel? Nee, het was geen lichtstoel. Nee. Ja, ik zei dat tegen u om u op een dwaalspoor te brengen. Ik ga u natuurlijk niet vertellen wat er op het bord staat. Op het bord staat er een ander woord. Laten we even zien, wat is het woord, jongens? Kijk even. Ja, meneer Van der Biezen, dat kan toch niet? Leontien is toch een ding? Die is geen ding. Wat zei u? Leontien is geen ding.
Ja, juist wel natuurlijk het Leontien-ding. Hoezo dan? Leontien is een lekker ding. Wow.